Dus ik zag mijn fils en Sophie en Gabriel. Ja, ik vond het wel een leuk film. Ja, ik moest er even inkomen. Ik vond het begin een beetje langzaam op gang komen. Maar later vond ik wel, het einde vond ik heel leuk. Heel mooi. Was het een echte openingsfilm? Nou ja, ja, daar kun je over discussiëren. Ik kan me ook nog wel andere openingsfilms voorstellen. Maar dit was ook wel oké. Okay. Ja, weet je, amoureux. Avec du bec, pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes. Mais pas ceux qui sont touchés. Muriel, as-tu touché au pénis de Martin? Oh non, 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 j'ai pas touché à son pénis. Son poitou. Allez. Un mooie film. Waarom? Ja, mooi verhaal. Een schattig verhaal eigenlijk natuurlijk. Met alle moeilijkheden eromheen. Een mooi liefdesverhaal. Was het niet te veel taaie kost voor een openingsfilm? Nee, ik vind dat bij een openingsfilm horen. Het hoeft geen Hollywoodfilm te zijn. Dat mag wel iets meer diepgang, wat meer inhoud hebben. Heel interessant vond ik hem. Ja, erg leuk. Ja. Meneer, wat vond u? Ja, ik vond het wel mooi, ja. Wat vond u zo mooi? Ja, een beetje emotioneel. Ja, denk ik. Ja, ja, absoluut. Vond u het een goede openingsfilm? Ja, ik denk het wel. Niet te serieus? Nee, dat mag toch wel? Serieus? Moi aussi, je veux juste habiter en appartement comme toi. Puis décider de ma vie comme toi, je veux juste être normal comme toi. En appartement toute seule, ouais, non, c'est pas réaliste. Moi, je pense qu'elle est très bien chez Laurent. Ben oui, ça t'en demande pas trop. Pardon? Geweldig. In die zin, het is goed eens even te laten zien dat licht gehandicapte mensen dus best wel op een bepaalde manier een zelfstandig leven kunnen leiden. U bent echt heel positief. Ja, ik wel. Want die mensen moet je ook een kans geven, niet opsluiten. Je ziet heel goed het verschil tussen het voor en het tegen. Een overbezorgde moeder die haar zoon helemaal afschermt. En een makkelijke moeder die haar dochter loslaat, maar eigenlijk toch weer opgevangen moet worden door haar zuster. Dus ja, de moeite waard. Ja, ik vond het zeker de moeite waard dat mensen eens wat meer inzicht hebben en zien in dit soort problematiek. Je suis un peu obligée d'avertir les personnes responsables. Martin, il est bienvenu quand il veut à la résidence. C'est un peu vite tout ça. Il était peut-être temps. Tu mélanges tout. Tu sais que c'est pas pareil pour des gens comme eux.